Goedemorgen. Vandaag is het generale van de musical uitvoering. En daar gaan we zo meteen heen. Of nou ja, we gaan niet naar de generale. Maar we gaan eerst naar de om alle spullen in te laden. Ja. En natuurlijk moet het hele weekend weer gevlogd worden. Want bij uitvoeringen hoort dat zo. En als dus blijft slapen. En ik heb hem al wat zet. Zo mooi is mijn kamer nu. Oh, dat is mijn moment ook. Dat was heel gezellig. Are you ready for that? Maar nu moeten we gaan fietsen. Just go on. Want nu moeten we echt naar JP, want anders zijn we te laat. Goed hoor, jongens. Oké. Ja, Daisy. Ja. Ik leg even alles vast, hè. Herinneringen. Pokémon, Pikachu, ik kies jou. Nee, maar helemaal niet mee, toch? Ga je wel mee? Dat bedoel je? Nou, dat is een dier. Nee, maar uit deze niet. Dan moet je opnemen. Dat is een net en super nek. Ja, there she's again. Damn, Eline. Back at it again. With your fans and your white t-shirt. Look at them hippies. No. Still leuk. Yeah. Bij de alle decor staat al. Wat ik wel heb. Leuk. Is dat je eigenlijk hier wil wonen. Dat snap ik wel. Nee, wat ik wel heb is dat het lijkt als een deze. Een rijke gezin. En het arme gezin. We hebben net even boodschappen gedaan. Het eten, dat moet ook gebeuren. Drinken. Ja. We hebben ook allemaal nodig. En nu nog even naar de kruidvat. Voor neppimpers. En neusspray. Ik ben verkouden. Handig. Ja, en het is wel gezellig. En het regent. Maar het is wel gezellig. Ja, het is een leuke dag. En buiten aan de Roos is nog niet geweest. Nee. Roos is ook. Nou, ik niet. Jullie, ja. Gaan we weer het hele weekend volgen? Ja, jij. Natuurlijk. Dus mevrouw Rodriguez, hoe gaat het met u? Alleen interviews als het betaald wordt. Ja, een woord waar het op staat. Ik geef je €5. €2? Security. Ja. Ik heb het gezegd. Ach, dus die mening heeft al een jaar lang gewoon. Oh, nee, hè? Ja. En het was zo'n financiën dat ze niet meer deed? Ja, nou ja, dat is grappig gezegd. Brain the phantom. Daarbij moet dan ook nog eens. Nou, we hebben dus net het decor klaargezet. En je bent met de techniek bezig geweest. Ja, en ik was zo nog even. Ja. Dat gaan we doen. Astrid en ik, ja, gaan de papiertjes voor de kleedkamer. Yes! Dus als jullie je kleedkamer niet kunnen vinden, ligt het aan hen. Geen spelletjes meer. Kleedkamer 1, selectie 1. 2. We zijn nu druk bezig met het doornemen van het lichtplan. Of alles van het licht klopt. Dus de spots en de kleuren en de cues. Dus dat zijn we nu aan het doen. Want dat is ook belangrijk, dat moet ook gebeuren. En ik ben heel erg verkouden. Vreselijk. En de muzikanten. Wat gaan we doen? Koffie halen! Yeah, voor de hele groep. Yeah. Oh. Roos heeft iets. Ja, precies. We gaan wel eerst langs de hoofdingang. Want we gaan eerst de kaartjes wegbrengen. Ja. Zie je elke keer achter de schermen een momentje. Het duurt ongeveer 4 dagen voordat ik foto's op Facebook zet. Dat je dat maar vast eventjes weet. Ja. Het is bijna zover. En Roos en ik gaan even koffie halen. Maar het is eerst daar binnen. Want we moeten even een kaartje afgeven voor de paps. Want die moeten opgehaald worden. Want dan wordt het ons later. Oeh, het licht is echt verschrikkelijk. Daar staan al musicalmeisjes.
En we gaan even koffie halen voor iedereen. En dan begint generale al bijna. Dus ik heb er zin in. There she is. There she is. Woo! Yeah, girl. We hebben koffie en we zaten. Ja, maar ze ging toch allemaal speciaal maken. Oh, wat leuk. En ze heeft hier nog allemaal karamelblokjes bij ingedaan. Oh, en slagroom los en alles. Oh. Echt super lief. En de mensen komen al binnen. Ja, komen ze al binnen? De mensen komen al binnen. We zijn net echt heel erg lief geholpen. Dus wij gaan echt super vriendelijk. Even omkleden. Die ligt in de kleedkamer, zeg maar. Ja, we moeten ze ook al in welke kleedkamer zitten, hè? Helemaal achter. Oh, helemaal achter. Helemaal achter. En de kranten moeten dan mee. Ja. En ze hebben bijvoorbeeld ook gespullen mee, bijvoorbeeld bal of step of wat dan ook. Die moeten ook mee. Dus dat is altijd een beetje spannend, maar vooral heel erg leuk. We gaan zo meteen beginnen met de opening van de show. Iedere groep zit daarin. Een hele mooie dag. We hebben niet heel veel ruimte om op te lopen, maar als goed is net genoeg. Ga na het nummer daarheen, want dan krijg je daar de suikerspin en ballonnen. Die kant, ja? Ja, die ligt nu nog daar, maar morgen niet. Die pak ik nu. Ja, goed zo. Charmant hoor. Lara doet net of ze me niet. Ja, dat kan niet. Hier zeg maar, meneer, mevrouw. Zit ze tevreden hoor. En dan moet je wel waar je jouw benen neer legt. Nee, leg maar echt naar die lijn. Leg maar bij die lijn. We hebben net de eerste helft gehad. Het ging best wel goed. Er waren wel dingen wat nog anders moest. Maar ja, best wel tevreden. En nu gaan we verder met de nadepauze. Want we hebben net even heel snel gegeten. En ben benieuwd hoe dat gaat. Stom is het niet. Want zo kan ik mijn fantasie lekker laten gaan. Ik vind het wel grappig. Alleen, ik weet dat ik straks weer moet stoppen met schrijven. En dat vind ik niet leuk. Ik hou van de stilte in mijn hoofd als ik schrijf. Eindelijk is het dan stil. Oneindig gelegen, je remmen, je temmen. Ik roert en beweeg me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je. Wat wil je, speel je. Ik roer en beweeg. Is je broertjes kledingkast ook neergekozen? Je ziet er niet uit. Waar heb je dat niet mee gedaan? Nou ja. Als je hem zo leuk vindt, dan mag je hem best hebben hoor. Ik heb hem zo. Ik weet niet deze outfit. Ik weet echt niet wat ik hier weer wil rijden. Nou, ik vind alles heel erg leuk staan.
Sorry, ik was helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Want toen waren we moe en er moest veel gebeuren. En nou, het was druk, druk, druk. Dus toen was ik het vergeten. Maar de generale ging eigenlijk goed. Ja, in het begin moest het allemaal wat inkomen en techniek en zo. Maar uiteindelijk ging het heel goed. En ik kon ook alleen maar echt heel trots naar iedereen kijken. En ja, echt ontzettend goed. Ik ben tevreden hoe de generale ging. En we gaan gewoon knallen met de shows. We gaan er gewoon voor en het wordt superleuk. Dus bedankt voor het kijken en tot in de volgende vlog.